Hey, leuk dat je weer kijkt. Dit is Fabian van Toe Fabian. En ik heb al echt al weken heb ik echt zin in een trek in die Zweedse gangballetjes van Ikea. Nou, is het een beetje lastig, want sinds alweer ruime tijd kon je niet in de restaurants terecht van Ikea. Nou, sinds juli kun je wel terecht, maar alleen afhalen. Dus ben onderweg naar Ikea in Delft. Let's go! Ikea. Eindelijk. Even een parkeerplek zoeken, jongens. Zo. Volgens mij staat er een rij. Nee. Kijk dan. Wat is dit? Nee. Hou bij mij. Ja, dat ga ik niet redden. Ik moet zo dadelijk gaan werken. Nou, weet je wat? Bij de Burger King hebben ze een paar nieuwe burgers. En dat is de barbecue melt. En chicken melt. En nog een andere. Maar dat is dan ook gewoon met kaas. Maar geen barbecue saus. Dus ik ga dat maar eens proeven, jongens. Dus naar de Burger King. Goeiedag, mag ik bestellen? Goeiedag, doe ik zo graag de barbecue melt willen. De barbecue melt. Wat is dat? Het staat op jullie website. Ik heb geen idee hoor, volgens mij is het niet hier. Ja, het staat echt op jullie website, maar jullie hebben het niet. Nee, ik heb geen idee. En de chicken melt heb je ook? Dat is, ja, nieuw staat er op de website. Nieuw bedoelt u? Ja, dat is nieuw. Long chicken? Nee. Barbecue melt en je hebt de chicken melt ook nog. Maar jullie hebben het niet, ik hoor het al. Ik denk dat het nieuw is, maar dat het vanaf morgen komt, volgens mij, hoor ik net. Oké, okay. En dan ga ik door. Ja, oké. Okay. Is goed, dan ga ik. Jongens, wat is dit? Barbecue. Burger King, wat is dit voor amateuristische rotzooi, jongens? Kom op! Zet het dan niet op de website, als je het niet overal kan laten bezorgen. Of kan geven. En... Nou jongens, tot morgen. En dan is poging 2. Okay. Poging 2 wilde ik eigenlijk morgen gaan doen. Maar ik bedacht me ineens, ik had tijdstip, dat ik het misschien al kan halen om dan naar de Burger King filiaal in Rotterdam te gaan. Bij Alexandrium. Dus hopelijk is dit een geslaagde poging 2. En niet dat ze dat ook morgen pas hebben. We gaan het zien, jongens. Hey, om aan te tonen dat ik niet aan het liegen ben, jongens. Het staat echt op mijn website. De barbecue double melt. Hier, staat het er echt op. Nieuw. Welkom bij King. Goedemorgen, mag ik iets bestellen? Hey, goedemorgen. Doe maar een barbecue double melt. Nog een keer? Een barbecue double melt. Double melt? Dus een barbecue double melt. Waar is dat? Het staat op jullie website. En de chicken melt, heb je ook, nieuw. Oké, frikandel burger? Nee. Waar dan? Er staat op jullie website, chicken melt en barbecue frikandel. Double... Frikandel? Nee, een barbecue double melt. Ik weet het wel niet, meneer. Het mag niet binnen dan bij ons. Oh, oké. Dan wil ik de crunchy chicken deluxe. Crunchy chicken deluxe, dat is een menu of alleen die burger? Alleen die burger, alstublieft. Heeft u zijn portiebon? Ja, die heb ik. Kan je misschien alsjeblieft die type code opgeven? Dat is M van Marines, 64. Anders nog iets voor u, meneer? Nee, dat was hem. Mag de rijden naar twee drangen. Dankjewel. Hé, hey, jongens. Het is gewoon maar een beetje pissig of zo. Ik weet niet. Maar ik ga het toch laten zien. Ik kan hier niet tegen. Maar een beetje raar laten kijken alsof ik hier in de maling neem. Dus ik denk volgens mij echt dat ik hier in de maling neem. Burger King. Waar zijn jullie toch helemaal mee bezig? Ik snap er wel dat ik nu hier maar naar Delft ben gereden. Voor Noppes. En dan naar Den Haag. Of Den Haag, hoor mij dan. Rotterdam voor Noppes.
Dat is toch... Zet het dan niet op jullie website, als je het niet kan leveren. Kom op jongens, please. Zo jammer dit. Hi. Hey, neem je niet in de maling hoor. Kijk maar. Nee, is nog niet. Dus vanmorgen of zo? Ja, ik moest gewoon wel deze week komen, maar ik nog niet. Oké, okay. Ik hou het in de gaten. Hey, maar ik wil ook mijn punten sparen. Ja, ja, wil je nog ietsje scannen voor die punten? Ja. Ik heb gewoon een manier hoor. 2,95. Zo. Ja, jonge dame, ik neem je niet in de maling. Dus ja, een van deze dagen, ik ga morgen weer proberen, door poging 3. Dus Burger King, als je meekijkt, volgens mij, je trouwste klant gewoon in Nederland, hè? Mevrouw, hey. Van Burger King, goedemiddag, mag ik je bestelling? Hey, goeiedag. Hebben jullie al de chicken melt? Ja. Ja, oh mooi. Alleen de burger? Ja, alleen de burger en de barbecue melt. Dat was hem. Dat was hem. We rijden naar drie drama. Dankjewel. Yes. Yes, yes, yes. We got it, jongens. Zo. Eindelijk, jongens. Eindelijk. Wat was ik kwijt eigenlijk? Het zijn dus twee nieuwe burgers. Drie eigenlijk. Maar die andere is gewoon een normale bla bla melt. Maar dit is een barbecue melt. Dus er zit dan ook barbecue zelfs bij. En dat heb je bij die andere niet. Dus ik heb chicken en de barbecue double melt om precies te zijn en een colaatje. Dat terzijde. Per stuk kosten die burgers 1,95. Ze maken dus geen onderscheid of je nou blijkbaar barbecue of met vlees doet of met rund of met kip eet. Dus dat is wel een apart, vind ik. Maar in ieder geval per stuk 1,95. Heel benieuwd naar deze twee nieuwe burgers. Even kijken. Ze gebruiken de verpakking van Crispy Chicken. En van deze durf ik het niet te zeggen. Ik ga ervan uit dat dit Crispy Chicken is. Dat dit de chicken versie is. Laat ik daar eens mee beginnen. Chicken melt. Ben benieuwd. Ruikt niet verkeerd. Oh, het plakt daar heel erg. Het is wel echt aan elkaar geplakt, jongens. Ik krijg het broodje gewoon... ik krijg het broodje gewoon niet los. Het zit gewoon vastgeplakt. Dat komt echt door die kaassaus. Oké, okay, grappig. Ja. Het is niet super bijzonder. Nou. Het is niet mega bijzonder. Kaassaus. En dan hebben ze gewoon dezelfde burger genomen van een Crispy Chicken. Kijk, het is niet vies, maar... Nou, het is gewoon niet bijzonder. Nou, ik word er niet super gelukkig van. Ik had wat meer saus verwacht ook. Weet niet. Bij een chicken melt, dan denk ik aan mijn eerdere ervaring in Amerika. De kaas helemaal uitloopt, weet je wel. Melt, vanwege de naam ook. Het is melting, weet je wel. Dat idee heb ik dan. Maar het is gewoon die cheddar kaas die ze momenteel gebruiken voor die cheddar... Bacon King en zo. Ja. Het is gewoon omdat ze dat voor handen hebben, dus dan doen ze dat op die manier. Oh. Nee, sorry Burger King. Slaat de plank mis. Heel benieuwd naar die andere dan. Die barbecue saus, zeg maar al. Dat het vast wel lekkerder zou zijn. Hé, hey, hoe zit het zien? Zo ziet hij eruit. Gewoon als een normale burger. Burger. Burger King. En deze krijg ik wel op, omdat hij boven barbecue saus heeft. En aan de onderkant die cheddar kaas.
een dubbele burger. Ik vind deze lekkerder. Maar ook dan is het niet bijzonder. Het is gewoon een hamburger. Met cheddar en barbecue saus. Snifjes. Nou, ik vind deze wel lekkerder dan de chicken melt. Nou, het is wel een illusie, hè? Voor alle moeite die ik gisteren heb gedaan. En vandaag. Nou, dus ik krijg die chicken. De chicken melt die krijgt van mij een zesje. Echt niet zo bijzonder. Mis misschien een plakje augurk of zo erbij. En deze, ja, het is niet super, maar ook niet heel slecht. 6,5, 7. Die bacon, double bacon melt. Ja, ja. Ik. Het had beter gekund, Burger King. Een echt plakje kaas of zo. Een plakje mozzarella of zo, dat het lekker helemaal smelt. Nou. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer weer. En vergeet trouwens niet te subscribe. Dus abonneer als je nog geen abonnee bent. Het is helemaal gratis, je betaalt er niks voor. En tot de volgende keer. Doei!